Mijn naam is Yves Loi. Ik ben vernoot bij GSJ. GSJ is een kantoor dat ondertussen 35 jaar bestaat. En dat is opgebouwd uit 60 advocaten en meer dan 20 medewerkers. Alles samen bijna 80 man vandaag. Ik ben Olivier Verhulst, advocaat bij GSJ Advocaten. Wij zaten in Antwerpen aan de Michelse Steenweg, maar door de groei van het kantoor zaten wij verspreid over 5 verschillende locaties. En dat was uiteraard niet ideaal. Zeker omdat ons kantoor en onze werking is opgebouwd vanuit een goede overlegstructuur tussen de verschillende specialisten die moeten samenwerken op een dossier. Om die reden zochten we een nieuwe future-proof locatie. Kijk, werken bij een advocatenkantoor betekent een dubbele focus. Aan de ene kant moet je super geconcentreerd kunnen werken op een eigen plek. Langs de andere kant is interactie en kennisdeling zeer belangrijk. We hebben dus gekozen voor een kantoor waar die beide mogelijk zijn. De benedenverdieping is een ruimte die volledig voorzien is voor het publiek, waar dat niet alleen onze advocaten, de medewerkers, maar ook de cliënten naartoe kunnen komen om met elkaar te interageren. Ook op de verdieping hebben we ruimtes gemaakt waar dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar dat dus kennisdeling op de beste mogelijke manier kan plaatsvinden. Samen met de verhuis hebben wij een enorme investeringsbeweging gedaan wat betreft onze technologie. En al een geluk, want niet lang na onze verhuis kwam corona daar. Dat heeft ervoor gezorgd dat iedereen perfect van thuis kon werken. Onze dossiers zijn volledig digitaal, wat wil zeggen dat iedereen overal op elke plek zijn dossier kan consulteren en kan werken. Dat is voor ons bijzonder belangrijk geweest. We hebben eigenlijk de medewerkers vanaf dag 1 meegenomen in het verhaal van de verhuis. Dat wil zeggen dat ze ook betrokken waren bij de inrichting van de kantoren zelf en dit geen verrassing was toen ze op deze locatie kwamen. 2, ook de inrichting is erop voorzien dat de mensen eigenlijk gebruik moeten maken van de gemeenschappelijke ruimtes. Hoe doen we dat? Bijvoorbeeld door op de verdiepingen geen koffie te voorzien. Iedereen moet naar beneden komen naar de gemeenschappelijke ruimte om zich te bedienen, wat opnieuw betekent dat mensen met elkaar gaan interageren. Exact hetgeen wat we bedoelen met ons logo gedeelde kennis is dubbele kennis. De keuze voor PostX is heel belangrijk geweest wat betreft mobiliteit. Wij hebben echt bewust op zoek gegaan naar een goede mobiliteitslocatie om zoals kantoor te kunnen bijdragen tot de modal shift. We hebben daarvoor samen met Simlaar Antwerpen de samenwerking aangegaan om te kijken hoe we ons op een andere manier kunnen bewegen. Op kantoor zijn deelauto's, deelfietssystemen voorzien en we willen dus maximaal onze medewerkers en ons team stimuleren om dat ook te gebruiken. We hebben met GSC 3000 vierkante meter kantoor hier nu ter beschikking. Corona heeft daar eigenlijk voor ons niets aan gewijzigd. Waarom niet? Omdat meer dan 1/3 van de ruimte die we ter beschikking hebben bewust voorzien is als overlegruimte en gemeenschappelijke ruimte. Voor ons is dat ook het nieuwe werken, de toekomst, zien dat die gemeenschappelijke ruimtes waardevolle ruimtes zijn. Dus wat ons betreft hoeft onze kantoorruimte zeker niet te dalen. Integendeel, we willen met de ruimte die hier nu is, de groei van het kantoor verder ondersteunen. GSJ groeit, verjongt en innoveert. PostX is dan voor ons ook een belangrijke keuze geweest voor een moderne, duurzame locatie waar het mobiliteit een van de speerpunten is. De kantoorruimte is superleuk ingericht. Er is enerzijds een leuke mix tussen open kantoren en gesloten kantoren, waar we ons aan kunnen afzonderen als we ons echt moeten focussen. Anderzijds is de site echt super vlot bereikbaar. We bevinden ons vlakbij het station van Berchem, in de nabijheid van de Antwerpse ring. In de omgeving zijn ook heel veel bus- en tramlijnen. Een velostation, dus qua bereikbaarheid is het hier echt ideaal. Dus hebben wij ook een workcafé op de gelijkvloerse verdieping, waar het ook heel leuk vertoeven is om 's middags onze lunch te nuttigen. Er is ook een heel groot binnenplein waar we in de zomer kunnen zitten. Dus op dat vlak is het ook zeer aangenaam hier.